Welkom iedereen die naar deze podcast luistert. Waarschijnlijk ben je super druk bezig momenteel aan Stapril. Ik heb een hele bijzondere gast in deze podcast, namelijk Inge de Bruin, die ik zo heel netjes ga introduceren. Maar eerst even Inge, ja, fijn dat je er bent. Dankjewel. Maar Stapril, 10.000 stappen per dag. Is dat een aantal stappen dat jij ook makkelijk haalt? Dat is appeltje eitje, toch? Als ik een hele dag opname heb, is het lastig. Maar Stapril komt eraan. Ik ben ambassadrice van het Vergeten Kind. Er is aan mijn stand verplicht om dat ook elke dag te gaan doen, zeker. Ja, nou zijn er misschien mensen die heel druk bezig zijn en denken, oh, hoe doet Inge dat? Heb jij dan nog een 1, 2, 3? Heb jij tips voor die mensen? Nou ja, stel je hebt een online vergadering, hè, of een videobelafspraak. Of je wil lekker bijkletsen met je moeder of vriendinnen. Dan sta je op van die bank en die stoel en dan ga je het wandelen doen, dat gesprek. Het is eigenlijk heel simpel. Ik heb begin coronatijd heb ik een Fitbit aangeschaft. En dan krijg je een melding 10 minuten voor elk uur. Want je moet nog zoveel stappen. Dat is toch een drive, een stok achter de deur. Om die stappen te maken. In plaats van dat je toch weer blijft zitten op die kont. Ga je er vanaf en zet je die stappen. En het is wel ja, een soort van ook verslavend. Het voldane gevoel tijdens en na het sporten, dat ervaar ik nog steeds. Dus ik wandel zelf ook echt heel graag buiten. Zeker met het zonnetje erbij. Dus voor mij is het ook bijna geen verplichting. Het is eigenlijk wel een soort van ja, vanzelfsprekend dat ik aan dat aantal kom. Of zelfs eroverheen ga. Ja, nou, dat is de mindset die we moeten gebruiken in deze podcast. Dat hebben we nodig. We gaan beginnen. Nou, tegenover mij zit Inge de Bruin. De meest succesvolle zwemster in de Nederlandse sportgeschiedenis. Haar prijzenkast pelt uit van de medailles die ze bij elkaar heeft gezwommen bij nationale, Europese en wereldkampioenschappen. En uiteraard de Olympische Spelen. Driemaal goud tijdens de Olympische Spelen van 2000 in Sydney. Bij de Spelen van Athene in 2004 won je een gouden plak op de 50 meter vrije slag. Sportvrouw van het jaar 2001, verkozen tot zwemster van het decennium door de Wereldzwembond FINA. Nou, wat een lijst. Inge de Bruin, welkom. Fijn dat je er bent. Dankjewel. We gaan het over van allerlei dingen hebben. We gaan het nu eerst hebben over het Vergeten Kind. Daar ben jij sinds een jaar ongeveer bij betrokken. Dat is niet voor niks. Je hebt zelf geen gemakkelijke jeugd gehad. Op je 8e ben jij zelf met je moeder, tweelingzusje, oudere zus en jongere broer naar een Blijf van mijn Lijfhuis gevlucht. De link met het Vergeten Kind is dus daardoor snel gelegd. Sinds 2021, vorig jaar, ben jij dus ook ambassadeur van het Vergeten Kind geworden. Was dat nou een twijfelgeval of zei je volmondig ja? Ik heb eigenlijk volmondig ja gezegd. En dat kwam eigenlijk door een tv-programma waar ik aan mee deed. En dan mocht je dus een goed doel kiezen. En eigenlijk heb ik geen moment getwijfeld, omdat ik gewoon affiniteit voelde met het Vergeten Kind. Om te kiezen voor dat goede doel, voor deze stichting. En daar heb ik heel wat mooie centjes voor opgehaald. En toen ben ik na de winst bij het programma ben ik benaderd door de CEO van het Vergeten Kind. En die heeft mij gevraagd, omdat het zo typisch kenmerkend was voor haar om mij als ambassadrice te vragen, omdat ik zelf soort van een vergeten kind ben. Ik heb in Blijf van mijn Lijfhuis gezeten met mijn moeder en zussen en broer. Dus ja, en voor mij was het toen eigenlijk heel makkelijk om volmondig ja te zeggen. Omdat het gewoon goed voelt. Ja, dat snap ik. En ik denk ook dat ze heel blij met je kunnen zijn, mogen zijn. Maar hoe ervaar jij het? Jij bent er nu een jaar bij. Hoe kijk jij terug op dit eerste jaar als je de balans op mag maken? Ja, nog even terug naar van ik heb een moeilijke jeugd gehad. Dat wordt vaak gezien hè, bij vergeten kinderen dat ze zielig zijn. Of tuurlijk, je bent soort van, heb je een trauma opgelopen. Want je maakt toch wat mee als kind. Maar ja, wij hadden de uitlaatklep van het sporten. Dus iedereen bij ons zwom of deed aan waterpolo. En dat is wel eigenlijk ja, een soort van een veilige haven geweest ook en een uitlaatklep om ja, de rest een beetje te maskeren en een beetje weg te stoppen en te kunnen vergeten eigenlijk. Plus ik had mijn broer en zussen om ja qua afleiding ook. Dus dat was wel prettig dat je niet. Ja, ik vind het belangrijk om te benoemen dat vergeten kinderen niet ten alle tijde zielig zijn. Tuurlijk maken ze wat mee. Maar ik denk dat ik die drijf en het doorzettingsvermogen door hetgeen wat ik heb meegemaakt als kind
juist een pre is geweest in mijn topsportcarrière. Nou ja, en ik denk dat jij ook een uitgelezen voorbeeld bent ook voor heel veel kinderen, überhaupt voor mensen, maar ook van dit soort kinderen, dat het dus wel gewoon kan en dat je wel gewoon nog een hele mooie toekomst voor je hebt liggen. Ondanks tegenslagen valt er altijd wat van te maken. Altijd het positieve inzien. En het beste uit jezelf halen. Ja, en is dat dan ook iets waarvan jij... Ik vroeg net over je eerste jaar als ambassadeur, waar je een voorbeeld geven, met deze kinderen betrokken zijn. Hoe kijk jij terug op dit eerste jaar? Ja, ik vond het machtig mooi. Het was natuurlijk leuk om als eerste geïntroduceerd te worden of gelanceerd als de nieuwe ambassadrice van het Vergeten Kind. En dat in iets waar ik heel erg van hou is een pretpark in Hellendoorn. Dus er waren al die kinderen aanwezig en dan krijg je toch wel een beetje een déjà vu van hè, dat je zelf in de opvang hebt gezeten. En ja, die jonge kinderen die weten bewijzen van niet wie je bent. En dat maakt ook niet uit, want ze zijn natuurlijk... Ja, ik ben één van hun eigenlijk. En dat heb ik toen wel verteld. En dan zie je ze echt zo kijken en knikken van... Oh, nooit gedacht. Of hè, mensen zien je als die powervrouw en die sportvrouw. Maar iedereen heeft een bagage en iets meegemaakt in hun leven. En het feit dat je daar mag zijn, dat zij kind mogen zijn en blij... en die glimlach op hun gezicht kunnen hebben de hele dag door... en dat als lichtpunt kunnen zien om... Ja, dat als herinnering continu bij zich te dragen, dat vind ik mega mooi. Dat is waar ik het voor doe eigenlijk. En dan vertel jij jouw eigen verhaal aan de kinderen. Heb jij dan zelf ook nog verhalen of anekdotes van kinderen die jou zelf zijn bijgebleven? Ja, even denken. Van specifiek die dag in... Hoeft niet per se, maar je bent nu een jaar bezig. Misschien dat je kinderen hebt gesproken of dat je verhalen hebt gehoord waarvan je zegt... Daarom is het werk zo belangrijk wat we doen. Het allerbelangrijkste wat ik mooi vind aan zo'n dag... is dat die kinderen, dat ik alleen maar die kinderen zie lachen en happy zien. Even al hun zorgen vergeten. Er mogen zijn, ertoe doen. Gezien worden, gewaardeerd worden. En kunnen spelen, vriendjes maken. Dat soort herinneringen, blijvende herinneringen... die ze voor heel het leven mee mogen dragen. Dat vind ik... Ja, het allerbelangrijkste. Het plezier kunnen hebben. Want sommigen zijn nog nooit naar een pretpark geweest. En dat is wel mooi toen ik de kerstboxen mocht inpakken. En die mocht overhandigen aan een opvang. Ik vroeg aan die kinderen, zijn jullie wel eens in een pretpark geweest? En ze zeiden gewoon nee. Dat ik denk, dat is eigenlijk bizar. Dus ik kwam daar met die doos. En daar zat dan... De ticket voor een grote groep om naar de Efteling te gaan. Die kinderen zijn dus voor het eerst naar de Efteling geweest. Onvergetelijke tijd. Ja, het feit dat zij dat als cadeau van het Vergeten Kind mogen krijgen en mogen meemaken, dat maakt mij intens blij. Ook al was ik er zelf niet eens bij. Ik heb alleen het cadeau mogen geven. En ja, als je dan die kopjes ziet, dat is priceless. Dat is fantastisch. Ja. En als je dan teruggaat naar je eigen jeugd of hoe dat voor jou vroeg was, heb jij ook wel eens een keer zo'n dag als zoiets meegemaakt? Ja, mijn moeder die heeft toen van de sociale dienst een trip met haar kinderen gekregen naar Ponypark Slagharen. Dat vergeet je ook nooit meer. Nee. Ja, wij hadden geen geld. Mijn moeder moest 4 kinderen in eentje opvoeden. En ga er maar aan staan. Dus wij hadden geen geld om op vakantie te gaan. Dus dit was echt... Ja, geweldig om mee te mogen maken. Dat vergeet je gewoon nooit meer als kind. Nee, je hebt het net al een beetje beantwoord. Maar hoe belangrijk is het, we kunnen het niet vaak genoeg zeggen... hoe belangrijk is het voor een kind om zo'n dag of dit soort geluksmomenten... dat ze dat verzamelen? Ja, ik kan het niet vaak genoeg benadrukken hoe belangrijk zo'n dag... zo'n lichtpunt, gigantisch lichtpunt... eigenlijk gewoon een mooie zonnestraal die zij... Ja, waardoor ze echt op kunnen leven. Zo'n intense blijdschap. Nogmaals, de vriendschappen die er ontstaan. Er is zoveel moois qua herinneringen die ze mee kunnen nemen in hun rugzakje voor hun hele leven lang, voor altijd. Ja, dat is waar je het voor doet. Iedereen die aan het luisteren is en hopelijk tegelijkertijd ook druk aan het wandelen is, want daar gaan we natuurlijk allemaal voor, die weten niet waar we zitten. Nou, we zitten in Hotel Happy. Nou komt er een tweede Hotel Happy in Nederland, is de bedoeling. En
Ja, waarom is het zo belangrijk dat er meer plekken in Nederland zijn waar kinderen terecht kunnen? Nou, we hebben nu net vandaag een rondleiding gehad van Joost. En die heeft ons ook uitgelegd dat er zoveel vraag is. Kinderen worden hier zo ontzettend blij van. Ze mogen in totaal 4 keer naar een hotel happy. Dat kan zijn een weekend of een midweek. En kinderen leven daar zo van op dat ze continu willen. Maar er zijn zoveel aanvragen. Dus eigenlijk is het een must dat een tweede hotel happy eraan komt. Zodat we meer aanbod hebben voor de kinderen om hieraan deel te nemen. Ja, nou, dat lijkt me hartstikke duidelijk. We gaan even naar jou en naar de sport uiteraard. Ik introduceerde je net al als een van de grootste sportvrouwen van Nederland. Nou, daar heb ik niks over gelogen. Je bent heel jong begonnen met zwemmen. Hoe oud was je? Ja, op mijn 4e had ik mijn eerste A-diploma. Mijn A-diploma. En op mijn 7e sloot ik me aan bij een zwemclub in Barendrecht. En wanneer was dat het moment dat je je besefte dat je echt goed was? Wanneer kwam dat voor jou? Het is eigenlijk door mijn allereerste trainer. Toen ik 7 was, zei die trainer tegen mijn moeder: nou, mevrouw, dat is wel een talentje hoor. Toen zei mijn moeder: ach schat, dat zeggen ze altijd tegen iedereen. Maar hij had kennelijk achteraf hartstikke gelijk. Hij had echt gezien van, ja, zij heeft die drive. Het lean, mean machine qua lijfje. De inzet is goed. De eagerness, hè, dat ze heel graag wil. Dus dat zat al in mij. En als je eenmaal die passie hebt op jonge leeftijd, die is er niet meer uit te slaan. Dat is gewoon vanzelfsprekend. En de complimenten die ik destijds kreeg als kind, dat vind ik heel belangrijk ook. Als kind hoor je heel bedolven te worden onder de complimenten. Volgens mij heb je zelf ook een kind. Ja, maar als je prof wordt, dan mag echt wel het wat strenger en een hardere aanpak. Gewoon verbaal uiteraard. Maar als kind leef je helemaal op. En als een coach al dusdanig in je gelooft, ja, dan ga je er zelf ook in geloven. Dus mijn drive en mijn passie daarvoor en mijn, dat ik zo graag wilde, dat werd steeds groter en groter. En dan ga je stapsgewijs van een nationale kampioenschap naar een EK, naar een WK en steeds hoger en uiteindelijk dan die Olympische Spelen. Ja, dat was gewoon het ultieme. Terwijl als kind wilde ik eigenlijk stewardess worden, omdat ik nog nooit op vakantie was geweest. Ik denk, mama, laat ik nou slim zijn. Ik word stewardess, dan kan ik de hele wereld overvliegen. Maar ook dat geluk heb ik door het zwemmen. Ik ben mega overal geweest. Ja, bevoorrecht mens voel ik me echt. Ik sta nog steeds met een big smile op Schiphol als ik mag vliegen. Omdat ik besef dat heel veel kinderen dat gewoon niet hebben. Of misschien nooit mee zullen maken. En door het zwemmen ben ik overal geweest. Ja, dat is een blessing. En je zei het net al even, en dat heb ik inderdaad met mijn eigen zoontje ook. Kijk, vertrouwen geven aan kinderen, uitgaan van hun eigen kracht. Ja, dat, ik neem aan dat dat jouw ontwikkeling ook onwijs heeft geholpen. Ja, absoluut. Ja. En dan moeten we het natuurlijk ook nog hebben over een uitlaatklep. Dat kan sporten ook gigantisch zijn. Dat is denk ik voor iedereen. Maar hoe was dat voor jou, zeg maar, na een best wel roerige jeugd? Ja, sport was eigenlijk super belangrijk. Te meer ook omdat we dat gewoon heel erg graag, althans ik wilde dat echt elke dag doen. Ik stond te popelen en ik had mijn zwemtasje al klaargelegd. En mijn moeder zei altijd, je moet eerst je huiswerk af hebben. Dan pas kan je naar de training of naar de wedstrijd. Dus die vond beide dingen heel erg belangrijk. Maar ik vind, ja, zeker voor, als ik dan refereer aan de vergeten kinderen, dat het juist belangrijk is om, nou ja, in een bepaalde sport actief te zijn. Ook voor het sociale aspect. Hè? Omdat je als vergeten kind voel je vaak heel erg eenzaam en alleen. Ik denk dat het dan juist belangrijk is om je te verbinden aan een groepje van, ja, die aan een tak van sport doet. Maar goed, vergeten kinderen kunnen ook heel vaak, althans de ouders ervan, niet permitteren om Nee. Daar lid van te worden, want sport is nou helemaal een dure grap. Ja, ja, ja. Nou heb jij een hele, we hebben het net al besproken, je hebt mega succesvolle sportcarrière gehad. Maar goed, een mega succesvolle sportcarrière komt ook niet zonder tegenslagen. Die heb jij natuurlijk ook wel gehad in je leven en in je carrière. Hoe ben jij daarmee omgegaan? Ja, die tegenslagen, ja, die horen erbij. Ik vind de sport, hè, het zwemmen, begon met mijn passie. Dat is altijd zo gebleven. Alleen,
Ja, op een gegeven moment stagneren je tijden. Ging ik naar Amerika, daar heb ik 10 jaar gewoond. Het gemis van vrienden, familie, je hebt geen sociaal leven. Maar dat traject wat je aflegt, dat weet je van tevoren. Je moet concessies doen. Het mooie is, je krijgt het niet cadeau. En hoe mooi is het dan dat je uiteindelijk op die top van die berg, bij wijze van, op het hoogst haalbare podium staan met dat goud om je nek en je hoort het Wilhelmus, dan valt alles op zijn plek. Dan is het bijna een soort film die zich afspeelt, wat je er allemaal voor moet doen en laten, voornamelijk dat laten, om te krijgen en te staan waar je nu staat. Dat maakt het juist zo bijzonder en mooi. Het zou ook niet een voldaan gevoel geven als het voor iedereen was weggelegd en als je het maar cadeau kreeg. Ik heb meer slechte trainingen gehad dan goede. Ik kreeg op een gegeven moment, in Amerika heb ik geleerd dat je alleen van kritiek kan leren. Ik vind als prof mag het best harder aangepakt worden. Dat werd ik ook, had ik ook nodig. Ja. En ik kreeg op een gegeven moment pas na 2-3 maanden een schouderklop, een compliment. Nou, ik kon niet wachten om terug te zijn in mijn hotel. En dan schreef ik het op in mijn logboek. Echt die compliment met die smiley erbij. Want dan had ik hem echt daadwerkelijk verdiend. In Nederland krijg je heel vaak, word je bedolven onder de complimenten. Wat een fabuleuze techniek, wat een ideaal zwemlijf, wat een talent. Ja, daar leer je niks van. Het gaat op een gegeven moment 1 oor in, 2 oor uit. Dus het is juist fijn om kritiek, want van kritiek kan je leren. Ja. Nou heb jij natuurlijk heel veel pieken meegemaakt in je leven, heel veel succes gehad. Was dat ook iets met betrekking tot het vergeten kind, dat je zei, ja, ik heb zo'n fijn leven, ik wil iets terug doen voor kinderen die misschien hetzelfde mee hebben gemaakt als ik vroeger, of meemaken zelfs, dat je toch je daarom daar jou voor in wilde zetten? Ja, absoluut. Ik heb me altijd laten inspireren door bepaalde mensen. En het is fijn dat ik, het is natuurlijk een mooi gegeven dat ik dat ook kan zijn voor de jeugd. En ik vind het juist mooi dat, ondanks het feit dat je iets heftigs meemaakt als vergeten kind, dat er altijd een lichtpuntje is aan het einde van de tunnel. Ja, ik bedoel, ik ben het voorbeeld, een van de voorbeelden daarvan, dat als je niet opgeeft en dat uit je systeem zet op bepaalde momenten, want je draagt het altijd bij in je rugzak, maar je kan hier overeen stappen en gewoon een bepaald doel hebben, wat het ook is, in het bedrijfsleven of op school, een bepaalde studie en in mijn situatie dan in de sport, dat niks onmogelijk is. Ondanks het feit dat je het zwaar hebt gehad, dat je hebt gehuild, dat je eenzaam, vergeten voelt. Want dat zijn heel veel kinderen, die zijn eenzaam, voelen zich niet belangrijk, maar dat zijn ze juist wel degelijk. En als je dan toch, ondanks het feit wat je hebt gemaakt, zo kan excelleren en toch iets bereiken in het leven, op welk vlak dan ook, dat is het ultieme, denk ik. Dat je gezien wordt, begrepen wordt, gewaardeerd wordt. Want iedereen heeft op zijn tijd een compliment nodig. En hoef je niet, net als ik, op dat hoogste podium of in de picture, want dat hoeft helemaal niet, als je maar een bepaalde droom hebt die je durft na te leven en na te streven. En daar succesvol in kan zijn op jouw manier. Dat is fantastisch. Ja. Proberen dus aandacht te vestigen voor het vergeten kind door in ieder geval die 10.000 stappen te zetten. Een maand lang. Maar ga jij het doen, Erik? Ga je meedoen? Ik ga het absoluut doen. Sterker nog, ik ben dus aan het trainen voor de Vierdaagse. Aha. Dus ik moet straks 4 dagen 50 kilometer lopen. Dan is 10.000 stappen appeltje eitje voor maar je. Goed, ik moet toegeven, dus ik vind het heel spannend. Dus daar ben ik voor aan het trainen. Dus die 10.000 red ik ook makkelijk. Ik heb een hond en ik luister heel veel podcasts. Dus dat komt goed. Okay. Maar belangrijk, als wandelaar of als loper, en zeker in jouw geval als topsporter, rust moet je natuurlijk ook hebben. Hoe doe jij dat? Hoe heb jij rust? Hoe kan jij ontspannen? Oh, ik ontspan heel erg graag door een massage. Ga ik heel graag heen. Of alles wat te maken heeft met beauty. Een dagje sauna. Een schoonheidsbehandeling. Dat vind ik echt heerlijk. Maar ik wandel zelf ook heel graag. Dus naast Stapril, deed ik eigenlijk al wat uitstapjes in de natuur. En Nederland is zo mooi. Heeft zoveel mooie plekken. Die ik eigenlijk nooit had ontdekt. Nee. Omdat ik ook maar altijd normaal gesproken de auto pak. En nu,
in die coronatijd had je gewoon geen keuze. Althans, ja, automatisme eigenlijk om te gaan wandelen en hup erop uit. Ja. En het is een soort van blijven hangen bij mij. Nou, en ik hoop ook, maar dat heb jij denk ik hetzelfde, dat mensen na deze maand daar dus ook gewoon mee doorgaan. Dat zou fijn zijn, ja, hè? Precies, ja. Dat gewoon doorgaat. Nou, en ter ontspanning gewoon lekker. Of gewoon een voetmassage van je man of je vriend of een vriendin. Of gewoon zelf naar de masseur gaan. Ja, precies, fantastisch. Precies, dat is het hele pakketje. Nou, is het zo dat mensen toch denken, die hebben er vaak geen zin in. Of die vinden dat plezier, het plezier in sport of bewegen, vinden zij gewoon moeilijk te vinden. Nou, heb jij het natuurlijk op heel hoog niveau gedaan, dus dat is wat anders. Maar en dat doe ik ook niet meer, hè, dat hoge niveau. Nee, maar hoe heb jij in die tijd of nu, hoe heb jij toch al die tijd het plezier gehouden in de sport? Ja, dat is de passie. Ik bedoel, als 4:30 de wekker ging in Amerika, was ik ook niet blij. Dan had ik echt een grumpy face. Maar als ik dan eenmaal de training erop had zitten, dan denk ik zo, boom. Toch alweer 8 of 9 kilometer in de pocket. En dat voldane gevoel, ja, ik kan het niet uitleggen. Maar dat is ook met wandelen. Je hoeft geen topsport te bedrijven om een voldaan gevoel te hebben. Dat kan ook met wandelen zijn. Maar dat hoeft niet snoeihard. Het kan gewoon op je eigen tempo, in je eigen tijd. Ben je een ochtendmens, dan doe je het 's morgens. Heb je vrije tijd tussendoor, dan doe je het 's middags. Ben je een avondmens en ga je liever pas om 11 uur lopen, kan ook. Je hebt de hele dag. Ja. Het is geen excuus om niet te lopen. Nee, en wat ik altijd vind is dat je er altijd beter van terugkomt en dat je gaat. Of je nou slecht voelt of juist heel goed. Je komt altijd met een beter gevoel thuis. Absoluut. Ja, heb je helemaal gelijk in, Erik. En het gevoel tijdens en voornamelijk daarna. Kijk, voor sommige mensen die nooit wandelen, zal het wennen zijn. Maar ik weet zeker, als je buiten loopt, het zonnetje schijnt, word je daar heel erg blij van. Ja, absoluut, absoluut. Je bent zelf gestopt met topsporten. Je bent nog steeds aan het sporten, dat zei je net al. Zijn er nog andere manieren behalve wandelen waarop jij zelf nog nu in beweging blijft? Nee, ja, dat is eigenlijk gewoon de gym. Dus drie à vier keer probeer ik wel te halen, die vier. En dat kan zijn van Zumba tot een lesje body shape, cardio, conditietraining, dat soort dingen. Body shape vind ik heel leuk, de BBB. Ja. Genoeg. En af en toe sporadisch zwem ik nog. Ik had een opdracht in Saudi-Arabië. Die ging helaas 2 keer niet door. Door corona. Maar dan moet ik echt weer aan de bak. Want mijn niveau op het zwemmen is niet meer wat het was uiteindelijk. Maar ja. Maar ook dat is weer wennen. Weet je, op een gegeven moment duik je er weer in. En je voelt, je wordt omringd door het water. En het is toch alweer een soort van veilig gevoel, omdat je het zo gewend bent. Alleen, het niveau is niet meer daar. Dat is misschien, maar het hoeft allemaal niet meer snel en top te zijn. En zo is het ook voor de mensen die meedoen met Stapril. Het hoeft niet hard, het hoeft niet snel, als je het maar doet. En met je in je achterhoofd gewoon, als je dat inprent, dat je het voor die lieve, vergeten kinderen doet, die er zo toe doen en nodig hebben, die steun van jullie, is dat een makkie, denk ik. Ja. 10.000 stappen per dag. Nou, dat brengt mij bij mijn volgende vraag. Mensen helpen natuurlijk al, deelnemers helpen al om nu gewoon mee te doen. Is er nog een andere manier waarop ze kunnen helpen? Dus bijvoorbeeld vrienden, mensen te vertellen wat ze aan het doen zijn. Wat kunnen mensen nog doen om om hun actie zeg maar wat zichtbaarder te maken? Nou ja, je hebt natuurlijk, je kan een mail sturen. Hè. Je kan natuurlijk de familie langs gaan, de buurt langs gaan om te kijken en polsen of ze je willen sponsoren. Dat kan simpelweg via een e-mail of een WhatsApp berichtje of via Facebook, Insta, noem maar op. En dan kan je zo al enkele tientallen euro's ophalen. En mensen kunnen zelf bepalen wat ze willen geven. En dat is het mooie. En wij zijn natuurlijk met het Vergeten Kind blij met alle kleine beetjes. Want alle kleine beetjes worden uiteindelijk wordt een groot mooi bedrag. Ja. Heel mooi. Heb jij zelf nog als ambassadeur van het Vergeten Kind dingen waarvan je zegt, oh, dat wil ik echt nog super graag bereiken in de toekomst? Nou ja, de realisatie natuurlijk van het tweede Hotel Happy. Dat zo min mogelijk kinderen in aanraking komen met, ofthans die zich Vergeten Kind moeten noemen in deze situatie, dat het steeds minder zou worden. Dat is mijn droom. Ja. Dat het gewoon uiteindelijk, dat er helemaal geen vergeten kinderen meer zouden bestaan. Dat zou heel fijn zijn. Dat lijkt mij een heel goed streven. Dus
iedereen die luistert, zet nog een stapje extra. Want daar doen we het natuurlijk uiteindelijk allemaal voor. Heb jij zelf nog, we zijn bijna klaar, we sluiten bijna af. Heb jij zelf nog toekomstplannen of dingen? Je had het net over Saoedi-Arabië. Heb jij nog dingen waarvan je zegt, dat zit er nog aan te komen? Hou dat in de gaten. Nee, ik mag voor RTL4 heb ik een heel leuk lifestyle programma die ik mag presenteren. Alweer geloof ik het 6e seizoen. Dus daar ben ik super blij mee en dat doe ik heel graag. Dat heet Nederland Ontdekt. En mensen kunnen zich ook gewoon aanmelden bij mij. En ja, dan gaan we vanaf april gaan we weer opnames inplannen en doen. Dus dat, daar kijk ik heel erg naar uit. En daarnaast geef ik presentaties aan bedrijven en geef ik zwemclinics om een beetje in mijn oude passie te blijven. Ja. Ja. Nou, dan sluiten we af. Zou ik graag af willen sluiten met een quote of een gedachtegoed van jou. Als jij je jongeren zelf, dus als je hoe je nu bent, terugkijkt aan je jongeren zelf. En als je die een advies zou mogen geven. Wat zou dat dan zijn? Dat je altijd meer kan dan dat je zelf denkt dat je kunt. Weet je, als kind zeg je heel vaak, oh nee, dat kan ik niet. Of dat lust ik niet. Je moet het eerst proberen. En waar een wil is een weg. En dat geeft hoop. Dus geef nooit op. Nou, geef nooit op. Dat vind ik een hele mooie. En dat past precies bij, nogmaals, iedereen die luistert. Geef nooit op. Ga nog even door. Inge de Bruin, dankjewel voor je komst. Dankjewel. En succes ook met die 10.000 stappen elke dag. Maar dat gaat makkelijk lukken, hoor ik al. Yes, gaan we doen. We gaan ervoor. Dank. En iedereen bedankt voor het luisteren.